Hallo en welkom terug bij het belangrijkste game nieuws van deze week. Deze keer met een splinternieuwe videokaart, een uitbreiding van ieders favoriete cardgame, maar liefst 3 Battlefield DLC's en mogen we weer terug naar Midden-Aarde. Maar we beginnen met de aankondiging van een nieuwe heldin. Personality module installed. System rebooting. OR-15 online. No, that's no good. Every great hero needs a real name. What about Orisa? Blizzard Entertainment maakt bekend dat Orisa het volgende personage voor Overwatch is. Orisa is een vrouwelijke robot en de eerste nieuwe tank voor de game. Orisa is volgens de studio traag maar robuust. Zo is je snelheid beperkt wanneer je je primaire wapen gebruikt. Daartegenover neutraliseert de vaardigheid Fortify effecten die je bewegingsvrijheid inperken. De vaardigheid verlaagt tevens inkomende schade. Orisa krijgt ook Protective Barrier, een beschermende bubbel die je teamgenoten beschermt. Met deze vaardigheid wil de ontwikkelaar van het personage een anker maken waaromheen je team is gebouwd. Vergelijkbaar met de rol die Reinhardt momenteel invult. Halt is een vaardigheid waarmee je een explosie creëert die vijanden naar zich toetrekt. Dat stelt je in staat om snel de positionering van je tegenstanders te wijzigen. Als ultimate ability krijgt Orisa Supercharger. Daarmee plant ze een toestel neer dat nabije teamgenoten extra schade laat doen. Tegenstanders kunnen dit toestel wel vernietigen. Het is dus even puzzelen waar je haar ultimate het beste neer kan zetten. Het is alleen nog niet bekend vanaf wanneer Orisa speelbaar is. The war for Mordor begins. Uitgever Warner Brothers kondigt Middle-Earth Shadow of War aan. De game lanceert op 25 augustus op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. In 2014 is Middle-Earth Shadow of Mordor uitgekomen. Warner bevestigt nu dat je in het vervolg onder andere een eigen ring van macht smeet. Daarnaast meldt het bedrijf dat de game opnieuw een open wereld heeft. Ook is het Nemesis-systeem uit het origineel gewijzigd en past het verhaal van de game zich aan op basis van jouw keuzes. We're almost there. Quiet down, everyone. This is not like any of our previous expeditions. Ontwikkelaar Blizzard kondigt de Journey to Un'Goro expansion voor Hearthstone aan. De uitbreiding lanceert in april. De uitbreiding voegt onder andere de Adept mechanic aan de game toe. Zodra je een kaart met Adept speelt, krijg je de keuze uit 3 verschillende upgrades. De kaart komt uiteindelijk in het spel met 1 van deze upgrades. Journey to Un'Goro introduceert ook quest cards. Deze kaarten ontgrendelen speciale legendary monsters als je aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan. Elementals zijn voortaan ook een eigen minion-type. Volgens Blizzard voegt de uitbreiding 135 nieuwe kaarten aan de game toe. Eerder liet de studio al weten dat het komende jaar 390 nieuwe kaarten worden geïntroduceerd. DICE maakt bekend dat de 3 aankomende Battlefield 1 DLC-pakketten zich afspelen in België, Rusland en Turkije. In The Name of the Tsar laat je op 4 nieuwe maps met het Russische leger vechten, in met sneeuwbedekte ravijnen en op een ijskoud archipel. Turning Tides laat je de aanval op de haven van Zeebrugge naspelen, met een nadruk op amfibische oorlogsvoering. Het Gallipoli-offensief maakt ook onderdeel uit van dit DLC-pakket. Nvidia heeft de GeForce GTX 1080 Ti videokaart onthuld. De GTX 1080 Ti speelt volgens Nvidia in op de groeiende eisen van 4K en 5K gaming, DX12, HDR, Nvidia Gameworks en VR. Het bedrijf zegt dat de videokaart 35% betere prestaties dan de GTX 1080 levert, 11 GB aan GDDR5X geheugen bevat en 11 GB per seconde haalt. De GTX 1080 Ti bevat 3584 CUDA-cores en draait op Micron's G5X geheugen.
Nvidia belooft de meest effectieve geheugenbandbreedte die vandaag op de markt beschikbaar is. Dankzij chamber cooling heeft de kaart meer luchtstroom om af te koelen. De GeForce GTX 1080 Ti kost $699. De Europese prijzen van de videokaart zijn nog niet bekendgemaakt. Nvidia meldt bovendien dat de GTX 1080 goedkoper wordt. En dat waren ze dan alweer. Kijk jij ook uit naar de Battlefield DLC's? Reis jij in augustus weer af naar Middle-earth? En kan je ook niet wachten om Orisa uit te proberen? Laat het ons weten in de comments. Als je deze video leuk vond, druk dan vooral even op het blauwe duimpje. En als je altijd op de hoogte wil zijn wanneer we een nieuwe video posten, dan raad ik je zeker aan om te subscriben. Tot volgende week!